Het fastfoodbedrijf Golden Wings aan de Latourweg is vanmorgen geheel afgebrand. De brandweer kreeg een melding van een voorbijganger waarna Posttoekomstweg uitrukte. Amateurbeelden van omstanders geven een beeld van de brand aan. Brandweervoorlichter Alton Pinas vertelt onze nieuwsdienst over de oorzaak van de brand. De oorzaak is dat enkele medewerkers bezig waren de fryer op te warmen. En op een gegeven moment zag het vuur vanuit de fryer komen. Men heeft geprobeerd met een CO2-blusser de brand te blussen. Helaas is het er niet gelukt. Tijdens het blussen kwam er plotseling aan de achterkant weer vuur op. En toen men zag dat ze het niet aankonden, heeft men dus het pand verlaten. We hebben de melding gehad van een voorbijganger, een mevrouw op een fiets, die toevallig voorbij was, Toekomstweg. En ze heeft dan de melding doorgespeeld. Binnen een minuut was de brandweer ter plaatse. Die mevrouw was 1:10 daar. De brandweer was 10 uur daar vanwege de steenworp afstand. En ja, toen de brandweer aankwam, was de brandweer in lichte laaien. Het pand was in lichte laaien. Het gebouw van Golden Wings zat vast aan het bedrijf van blikslager Silbalak, die ook volledig afbrandde. Volgens Pinas hebben de aangrenzende woningen ook schroeischade opgelopen. De blikslager is helaas ook verwoest door de brand. De omliggende panden die heeft de brand weer door kordaat optreden kunnen redden. En als ik u dan goed begrijp, staat het gebouw nog overeind of is het in elkaar gestort? Het staat nog overeind, maar het gebouw is vrijwel geheel afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. En naar zeggen van een van de verantwoordelijken van het bedrijf, was het pand wel verzekerd. De brandweer heeft aan de achterkant, bij de blikslager, hebben we 4 gascilinders van 100 lips verwijderd. En in het gebouw hebben wij, dus met name Golden Wings, hebben wij 3 cilinders van 40 lips verwijderd. En 2 gascilinders van 28 lips.